En dit zijn ze dan, de lekkerste van Nederland. En hoe smaakt die? Heerlijk. Het zijn de beste van Nederland, hè? Ja, tuurlijk. Anders stonden jullie hier niet. De niet te versmaden balletjes worden dus met liefde gemaakt. Maar wat er precies in zit, blijft het geheim van de slager. Het is niet puur varkensvlees. Dus er zit ook iets van rundvlees in. Meer ga ik niet zeggen. Beter dan die u zelf maakt? Dat is sowieso. Slagerij Berends heeft dus de lekkerste. Maar ook de nummer 2 en 3 komen uit onze provincie. Keurslager van Strien uit Schavemoer werd tweede. En keurslager Willy Berends uit Liemde eindigde als derde in de gehaktballenstrijd. Lekker, mals. Ik denk niet dat iedereen hem zomaar kan maken. Ik denk heel veel fantasie, heel veel geduld. Ja, en goed kunnen proeven. Niet te zout. De beste van Nederland. Nou ja, bijna de lekkerste dan. Want die van moeders zijn natuurlijk nog altijd net even lekkerder. Het lekkerste vind ik als je hem gewoon zelf bakt in de boter met lekker zuur erbij. Dat hoort er wel bij, hè? Een beetje zuur. Ja. Ja, want vaak is het toch met een gekookte aardappel of een stampot. En dan moet je zuur. Ja, kuiltje, hè? Ja, precies.